Ik krijg altijd berichten op, uh, op, op LinkedIn. Dat is denk ik een van de weinige manieren waarop je uh, uh, in contact kunt komen. Maar het is, gaat het over een soort van James Bond-achtig materie? Hoe nemen we je de wereld over en kicking ass all over the place? Met name mannen, mannen die sturen. Gaat het over relaties en uh, diepgang rondtrend relaties. Met name vrouwen. Ja. Terwijl het zou niet slecht zijn voor mannen om dit deel ook te beluisteren. Welkom bij de Straightline Podcast. De leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden. En overwinnen in het leven. Welkom bij de Straightline Podcast met Mandy en Johan van der Put. Nieuwe week, nieuwe podcast. En ik moet zeggen, door het hele onderwerp kom ik veel lichter en liefdevoller opdagen in oh deze podcast. Oh my god, dan ben wat voor. ben je toch een leugenaar. Net was het nog... Blech, nu moeten we over real love gaan spreken. Ja, ik heb wel gemerkt dat sinds ik die uh, podcast Relationship Mastery heb gedaan... heb ik op LinkedIn alleen maar berichten van vrouwen. Dat was je eerlijke reactie net voordat de mic aanging, meneer Van der Pet. Oké, okay, laten, laten we erin duiken, Mandy. <laughs> hey, hey, ik mag wel hopen... Ik, ik mag hopen dat alle berichten, ik reageer ik zeggen, alleen nergens op. Ze waren, en en ze ik lees zoveel. het sexy vrouwen, neem ik aan. Ik heb, ik heb geen idee. Oh nee, heb je geen fotootjes geklikt? Ik, nee, nee, ik heb geen foto's geklikt. Maar <laughs> ik denk dat we wel kunnen doen: dus vanavond <laughs> uh, samen reageren. Hm. Ja, nou laten we dat niet beloven, want dan rekenen ze dadelijk nog op een reactie van jou. Uh, Oké, okay. het bulletin Real Love. Dit is een, een bulletin wat niet in een nou, boek te vinden is. ik het zo, even één ding. Want we laten dit er natuurlijk in staan, wat je net Ja, Dat doen we zeker, laten we er zeker in staan. Wij knippen we bijna nooit. Nou word ik wel hier neergezet als uh, zo'n zo onoprecht iemand die... hier nee, gewoon Nee, uh... helemaal niet. Alleen de, de eerlijke waarheid is um, dat je nu hartstikke veel lichtheid ervaart. <laughs> maar net voordat we de podcast ingingen, moest ja. je hem wel ah, zelf je, creëren. Ja, exact. Ja, Om exact. in het thema te blijven van vorige week. Ik ja. moet het zelf creëren. Ja. Ik zat eigenlijk meer in de vibe om um, een, een wat meer James Bond-achtige podcast te hebben. Um, meer in die richting, weet je wel. Nou, ik denk dat dit best wel James Bond's manier van liefhebben is. Oké, okay. very good. Uh, laten we erin, duiken. Dus dan. uh, dit is uh, gewoon Mr. en Mrs. Bond. Hou die maar voor ogen als je hierover uh, spreekt. Hij heeft toch altijd een Bond girl, of niet? Jij yeah. bent mijn Bond girl. <laughs> Thanks. All right. Dus dit is echt. wel lang blijven plakken, moet ik zeggen. Alle, voor een bondgirl. girl. Ja, dat is waar. Ey, die zijn normaal maar een seizoenetje. So far, so good. Wie <laughs> so. weet komen we de komende twintig jaar ook nog gewoon door. Wie zal het zeggen? Deze um, uitzending is in ieder geval een, een, een gevolg van de uh, podcastaflevering. Relationship Mastery. Ik moest even nadenken hoe ze hem hadden genoemd. Maar de podcastaflevering heet Relationship Mastery. En dit is eigenlijk het vervolg op die podcast. En dat is een bulletin van de hand van Duchan. Over liefde. Dus ja, dan zie je maar, in deze conversatie is dat toch een echt gesprek wat gevoerd wordt. En ik start gewoon, en jij mag vanuit jouw meest liefdevolle, warme, oprechte kant diep gaan geven aan dit bulletin. Maar natuurlijk, Mandy. Oké. Okay. Real Love is de titel. Real Authentic Love is a. Self-created radical act of acceptance for another person. Yes. En voor is met hoofdletters. Je bent voor de ander. Mm. Ja, en wat betekent voor de ander zijn? Als je het uitkleedt, het hebben van een commitment op iemands grootsheid. Mm. Niet zozeer een commitment hebben op iemands kleinheid, op iemands slachtoffergehalte. Maar nogmaals, een commitment op iemands grootheid, Op wie iemand kan zijn en hoe iemands leven kan werken. En dat is vaak, ogenschijnlijk staat dat vaak haaks op iemands gevoel. Ja, als je alleen maar mee zou spreken met zicht. wat mensen goed, goed zou voelen, zou je hm. in veel gevallen een commitment hebben op hun kleinheid. Precies. Ja. ja, dat is waar. En dan daarbij, dit is ook een belangrijke, um, tegen de volgende achtergrond. Ik accepteer jou voor wie je bent en wie je niet bent. Nou is dat voor mij richting jou heel makkelijk. Want ja, uh, je bent toch, ik wil zeggen, één van mijn favoriete personen op aarde. Maar dat staat dan naast Lotus, onze dochter. Dus... Ja, maar er is toch een, een deel wat ik niet ben, wat jij ook accepteert. En dat is uh, de vrouw die eigenlijk uh, de, de vrouw uit de jaren 50 die uh, s ochtends vroeg uh, met het uh, broodtrommeltje van de man. In de keuken klaarstaat en die jou uitzwaait en die jou weer opwacht als je thuiskomt. Ja, nu, nu lijkt het net alsof jij een of andere heel ouderwetse man bent. En dan ben je niet, maar een deel van jou had het ergens wel prettig gevonden. als ik niet iemand was met extreem veel ambities en altijd op pad en soms een lege koelkast. Zeg maar als ik een vrouw was die, die uh, het zorgzame deel wat beter op orde had. Toch is dus een deel en van jou wat er prettig dat zou zijn. En jij doen. inderdaad, weet je wel, in San Francisco zet of volgende week weer. Uh... Uh, uh, aan het werk bent met groep en dan, dan loop ik de slaapkamer en dan denk ik, waarom lig ik hier alleen? Hoe ja, kan het precies. zijn dat mijn vrouw niet gewoon al. Ja, precies. In wetelijk... Dus dat deel van mij accepteer uh, je ook. Hey, luister, dat er niet um, is. Ik, ik, ik denk, uh, doe dat twee weken en dan, dan zou je met mijn broodram trommel klaarstaan. En dan zou ik denken, oh my god, <laughs> ik smeer mijn eigen brood wel. <laughs> um, los daarvan, maar hey, uh, absoluut, uh, uh, absoluut. Ik bedoel, uh, los van het feit dat ieder mens perfect is, is geen één mens perfect. In de ogen van de persoon die daarnaar kijkt. Precies. Dus um, mijn, mijn definitie van liefde voordat ik met straight line leadership in contact kwam. Niet dat ooit iemand me dat vroeg of dat ik die geformuleerd heb. Maar ik kan je garanderen dat het iets te maken had met mijn gevoel. Zeker, ik bedoel, de, dat had iets te maken met. Het is een soort van het gevoel wat, wat jij me geeft. Het had en, iets te maken met sprookjes, Disney, Assepoester, Zoiets dergelijks. Ja. Want daar zijn we toch allemaal heel veel. Het liefde, gegroeid. een soort van um, um, ja, gewoon in de kern kun je terugbrengen naar een soort gevoel of zo wat je Precies. ervaart. Maar hier staat heel bewust: Self-created radical act of acceptance. En dat, dat betekent in de kern kun je iedereen accepteren voor wie iemand is en wie iemand niet is. Ja. Dus wie je wel bent, is een zeer zelfverzekerde, voorwaartse vrouw in het leven die op een missie is. En, en wie je niet bent, is met momenten een hele liefdevolle, zorgzame huisvrouw, bijvoorbeeld. Ik noem maar iets. Ook op zondag soms wel. Uh, mm -hmm. maar, maar meestal niet. En dat is dan een self-created radical act of love vanuit mij. Kan ik heel bewust creëren. Absoluut. Ja. Juist. Maar dat betekent wel, als, stel, stel je voor, we hebben een schitterend huwelijk. Daar kunnen we heel. Stel je st voor. Nee, nee, daar zit het stel je voor nog niet. Je, oh, okay. je reageert te snel, Wendy. Okay, ja. uh, je verpest heel de hele podcast door mij te onderbreken. Ik zit terug naar jou. <laughs> ja. uh, en ik accepteer je voor wie je bent, gewoon veel te reactief hier. Uh, maar. Stel je voor dat ik niet zou accepteren dat ik een vrouw thuis heb. die op een missie is en heel veel tijd besteedt aan werk. Uh, veel tijd besteedt aan onze dochter. Nauwelijks tijd kan besteden aan haar eigen man. <laughs> en moet je je voorstellen dat ik daar in één keer een hoop weerstand op heb. en dat niet accepteer? Ja. Dan gaat ons huwelijk van heel goed werkend. naar in één keer. Ik weet niet of ik nog wel bij deze dame wil zijn. Kun je garanderen met hoe ik dan op kom dagen in ons huwelijk. dat je denkt, ik wil niet bij die kerel zijn. Dus de bottom line is, als jij gaat kijken naar je partner, naar je zakenpartner, naar je, je kinderen. De bottom line is dat. Je kunt ze maar beter accepteren voor wie ze zijn en wie ze niet zijn. Voor een a sane life. Ik kan niet komen op. Maar de, gewoon om gewoon helder denkend door het leven heen te gaan. Ja, gewoon, en ook een, zonder een, een, een hoop weerstand. En... Een fijn en prettig leven. In plaats exact. van uh, zo'n zo leven waar zo'n dikke deken overheen ligt. En, en, en dan is het duidelijk, hey, je hebt voorkeuren. Wie weet heb ik wat voorkeuren waar je net niet helemaal aan voldoet. Mm -hmm. Who fucking cares, weet je wel? Als... It's just life. Ja, als je kijkt hè, naar, naar al die duizenden, duizenden, duizenden gesprekken die je hebt gehad. Met al die vooral zaken, mannen waar jij mee werkt. Da Ook daar is het toch regelmatig wel gegaan over huwelijk en relaties, mm -hmm. omdat daar dan uitdagingen zitten. Um, is het niet zo? Want jij zegt altijd, of en Dushan zegt: Liefde is de radicale acceptatie van wie iemand is en wie iemand niet is. Is dat laatste stuk niet vaak het probleem? Is het niet vaak dat, dat uh, mensen. Eigenlijk niet van hun partner accepteren wie die persoon niet is, omdat die zoveel meer zou kunnen zijn. En zoveel, wat is er, whatever er allemaal voor verhaal is. Zeker, zijn. weet je. En daar komen onze eigen voorkeuren in conflict. Dus ja. laten zeggen: um, ik, ik werk maandag, dinsdag, donderdag, vrijdagavond. En officieel op woensdag hebben wij samen een vrijavond. Onze gymavond. Ja, waar we naar onze gym gaan. Mm -hmm. En ook daar. Was ik met regelmaat aan het werk. Dat klopt. Dat is heel makkelijk weerstand tegen te hebben. Maar nu niet Sterker, meer, want nu loop ik in de gym met een legging. Dus nu zorg je wel dat je erbij bent. Ik ben er absoluut bij. <lacht> absoluut. <lacht> dat is geen enkel probleem. Ik heb altijd tijd. Als vrouw zijn, dan moet je ook gewoon Waarom slim zij zijn. Waarom zou je een aan werken op woensdagavond? Ja, precies. En, maar als zou jij nu, zeg maar, jouw we hebben... Ja, ik zou toch wel liever iets meer tijd besteden. Los van het feit mm -hmm. dat we erover kunnen spreken... en nieuwe afspraken over maken. Als jij me niet accepteert, wordt dat echt een dealbreker. En ja. dan bouw je al die weerstand op. En de kwaliteit van... van jouw relatie met mij gaat onmiddellijk naar beneden. Ja. ja, en dat is natuurlijk wat wij in de vorige aflevering... de Relationship Mastery podcast ook hebben besproken. Hè? Dat veel mensen hebben helemaal geen relatie... met wie de persoon daadwerkelijk is naast zich. Ze hebben een relatie met een, met een beeld wat ze gevormd hebben. En over het algemeen... Um, is het in de begin in de beginperiode, zeg maar, alle goede dingen zijn enorm uitvergroot. Je, je hebt alleen maar twee in de beginperiode is het gewoon, je hebt uh, wie een persoon is en dan de act die ze voordoen. Precies, uh, de act die eigenlijk demonstreert: ik ben helemaal oké, okay, alles is goed en ja. uh, en loopt. Ja, en je hebt zelf je roze bril op, dus je ziet alleen maar de meest fantastische ja. dingen. In het begin persoon. leer je elkaar niet kennen, je nee. leert elkaars act kennen. Ja. Dat, dat is de start van een relatie daar. Dan vervolgens leer je elkaar werkelijk kennen. En dan beginnen ook vaak de eerste dingen te komen. De eerste irritaties en ergernissen. En dat, dat verdwijnt naar de achtergrond als je deze eerste zin, die eerste quote hier over real nog, love. Ik zal hem nog een keer lezen. Real authentic love is a self-created radical act of acceptance for another person. Dus niet of another person, maar specifiek for another person. Kun ja. je daar nog iets over zeggen? Los van het feit van, weet je, ik, ik kijk naar heel voor, veel dan. huwelijken. Hoe vaak zie je een huwelijk waarbij je ziet... Hey, dit zijn twee mensen die zijn voor elkaar. Uh -huh. Vaak, als je niet oplet, uh, en dat kan ook bij ons zo gebeuren... Uh -huh. uh, dan lijkt het meer, hey, dit zijn twee mensen die zijn tegen elkaar. Dit, dit is een hoop moeite die zo'n relatie kost. Dat wordt weggenomen door voor elkaar te zijn. En je kunt alleen maar voor de ander zijn... als je een ander ook werkelijk radicaal kan accepteren... Voor wie hij of zij is of niet is. Precies. Good. Next. It comes from an inner stance you create. Ja, het is een inner stance die je moet creëren. Dat is een inner stance van acceptatie. Want als je dat niet doet, dan ga je heel snel terug naar je voorkeuren. Dan ga je heel snel terug naar wat een ander zou moeten doen, niet zou moeten doen. Of zou moeten zijn of niet zou moeten zijn. En één ding, zodra je leeft in moetens, zou moetens, dan leef je al gewoon in een fantasieverhaal. Want je kijkt niet meer naar de realiteit. Je ja. kijkt naar wat je zou willen dat jouw realiteit was. Helder. You can love someone without approving of or tolerating their behavior. Dat zijn inderdaad dingen die je uit elkaar kunt trekken. Dit is waar jij vorige week over sprak. Um, en toen kwam ik er dus achter dat je dus ooit al een, een partner had gehad voor mij. Uh, toen ik over die shock heen was, oh. uh, hoorde ik je iets delen over. Vanaf het moment dat ik mijn ex-partner radicaal accepteerde voor wie die was en wie die niet was, was ook meteen het moment dat ik wist: ik moet uit deze relatie. Ja, dit is gewoon maar klaar. Toen, maar, dat, maar dat was wel de eerste keer in maanden dat ik hem zag en dat ik, dat ik echt zag wat voor een fantastische kerel het was. Pardon? Alleen niet voor mij. Oh, okay. Ja, maar maar ja. wel echt. Het was het, nog ja, steeds. Ja, ik ging bijna toen naar een deel niet ja, accepteren ja, tuurlijk, van je, maar, ja, maar ja, toen precies. kwam ik weer vanuit rust ja. en ruimte. Ja, maar het is oprecht een fantastische man en niet voor mij. Dat is wat ik toen in staat was te zien. Maar de pas toen ik hem daadwerkelijk zag en daarvoor zag ik hem ook niet echt. Was ik alleen maar aan het fixen ja. en alleen maar aan het and, creëren hoe ik denk dat die kan zijn. Precies. Ja. Dus de bottom line is: je kunt iedereen om je heen accepteren, voor wie hij of zij is, hij of zij niet is. En je hoeft niet eens in een relatie te zitten met elkaar. Nee, dat komt ietsje en verder inderdaad. Je eigen leven is beter af. Ja, je hoeft inderdaad niet in een relatie te zitten, maar je, je kunt van iemand houden zonder uh, hun, hun gedrag goed te keuren. Um, ik heb een keer een gesprek gehad met een uh, dame die had een moeder die behoorlijk veel alcohol dronk. En dat alcohol. Gebruik stond enorm in tussen haar en haar moeder. Terwijl ja, haar moeder had er geen probleem mee. Die was ook niet van plan om te gaan stoppen met drinken. Alleen zij bleef maar een probleem maken van het feit dat haar moeder iedere dag. Uh, pas na het avondeten overigens, of pas bij het avondeten. Uh, alcohol naar binnen goot. En daar had ze echt een probleem mee, waardoor dat een enorme obstakel werd in hun relatie. En. Het moment dat ik haar hier naartoe kon brengen, begon zij ook te zien, hé, hey, maar ik kan gewoon van mijn moeder houden, ondanks dat ik dat gedrag niet goedkeur. Mensen die verwarren dat met elkaar. Mensen denken dat op het moment dat je van iemand houdt, dat je alles goedkeurt wat die persoon doet, zegt, hoe die persoon zich gedraagt. Maar in de basis kun je ontzettend veel van iemand houden en zeggen, en dat gedrag keur ik niet goed en ik hou nog steeds van je. Ja, en dat je iets zelf niet goedkeurt, wil niet zeggen dat je het niet gewoon kunt accepteren. Precies. Je wil uh, ook niet zeggen dat het fout is. Nee, 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 nee exact. exact. Oké, okay, you can love someone and choose not to be around them. Oh. Nou, die yes. hebben we net al gehad. Zoals jij met je ex-partner, ja. wat voor mij heel goed uitkwam. Inderdaad, voor mij ook. <laughs> you can love someone and not honor their requests. Dat is ook een hele goede. Want mensen hebben het idee dat als iemand iets van je vraagt en je zegt nee, dat je daarmee de persoon afwijst of dat je minder van ze houdt of zo. Nee, je, je, je wijst het verzoek af, niet exact, de persoon. Yeah. Ja. Dus oké, okay, redelijk. Oh, ja, ik wil alleen aanvulling doen. Dag als het kan. gaat om. Um, stel, een man benadert zijn ik vrouw. ik wist dat toch. Er... Voor seks. Dat is één een ding waarvan ik ja. zeg: daar wil je wel goed naar kijken voordat je zoiets afwijst. Als een vrouw nee zegt, dan houdt ze niet van je. <laughs> dat is wat je wil zeggen? Ja, nee, laten we dat niet oh, doen. Nee, wat je mee eigenlijk mee. wil zeggen is: als een vrouw echt van je houdt, zegt ze altijd ja. Ja. Ja, yeah, yeah, yeah. dat uh, is toch Oké, okay, uh, Mr. Andrew Tate, haal, haal dit maar uit je hoofd. <laughs> <laughs> um, you can love someone and not honor their requests, even if it's sex. Being for someone is a true act of love. Ja, yeah. um, <laughs> je bent niet voor iemand zijn excuses, je bent niet voor iemand zijn kleinheid, je bent niet voor iemand zijn angsten. Um, je bent voor wie iemand kan zijn, voor iemands grootheid. Dat is waar je voor gaat. Terwijl je iemand accepteert voor wie die nu is. Exact. En dat is wel een belangrijke. Wat ik namelijk ook veel heb zien gebeuren in onze conversatie. Bij mensen die, die net in de conversatie zitten. Dan is het. Um, uh, weet je je, je, zul, je, je kunt een commitment hebben op iemands grootheid. Maar daarmee wil je niet fout maken als iemand kiest voor zijn eigen kleinheid. Ja, Want dat nee. zie je ook vaak gebeuren. Hè? Dan gaan mensen zich zitten storen aan: oh my god, ze zijn het gedragen als slachtoffer. En dit en dat en het andere ding. Terwijl uh, je, je, je wil. Accepteren wie iemand is en een commitment hebben op de grootheid van die persoon en kijken of je die persoon verder kan helpen in het leven. Zeker. Maar dan ga je niet afwijzen is, wat de nee, kleinheid is. Nee, maar het is een uitnodiging. Weet exact. je wel? Van hey, er zijn een aantal dingen opgevallen. Ja. Um, zou je daar naar nou willen kijken? Of weet je, ben je bereid om daarover te spreken? Het is niet een soort van hé, hey, jij gebruikt alcohol s'avonds. Zou beter zijn als je het niet doet. J uh, jouw grootsheid is als je geen alcohol drinkt en <laughs> meer van je leven maakt. Nee, well, that's none of my business. Ik, nee, het, het is een uitnodiging om gewoon groter te kunnen spelen af ja. en toe. Het is een uitnodiging well, leuk. Om dingen me, te bekijken. Dit doet me denken aan die ene dame waar ik toen een gesprek mee heb gehad met haar moeder en de alcohol. Die heeft letterlijk om, om zichzelf te, um, uit te dagen, heeft zij op de eerste, het eerste bezoek wat ze bij haar moeder had, heeft ze voor haar moeder een uitmuntend goede fles wijn meegenomen toen. <laughs> Dat is wel cool. Zo'n so, soort van, ik accepteer je volledig met al je, uh, je, je habits die ik bestempel als ongezond. Oké. Okay. Um, true love is a stand you take for another to be enough. Ja, oké. Okay. Dat vind ik wel een ja, goeie. Ja, exact. Dus laat zeggen, um, aangezien ik perfect ben, zullen we jou moeten nemen als Logisch, voorbeeld. Logisch, uiteraard. Laat zeggen, je hebt een aantal zaken die we zouden kunnen um, bestempelen als victimhood. Uh -huh. Bepaald slachtoffergedrag. Ja. Wat als ik je gewoon zie als heel en compleet en genoeg met je slachtoffergedrag? Er is niks te fixen. Nee, precies. Wat als het gewoon is, dit is wie ze is. En wie ze niet is. En hé, hey, oké, okay, ze heeft een paar dingen waar ik niet voor zou kiezen. Hé, hey, ze reageert op sommige zaken uh, als een slachtoffer. Oké, okay. zolang ik dat kan accepteren is er geen probleem. En ik denk, het beste wat je kan doen voor een ander is een ander zien als genoeg. Maar als ik, als ik jou niet zie als genoeg, probeer ik je altijd ergens te fixen. Wat in de kern overkomt als: hé, hey Mandy, ik weet dat. Ja, ik zit meteen in mijn hoofd met een bepaalde uit, maar ga hem zo doen. Ik, ga, Doe je, Mandy, he? ik weet dat jij je anus niet kunt vinden met twee handen. Ik ben beter dan jou. Ik weet eigenlijk beter hoe jouw leven werkt. En ja. um, we gaan jou verbeteren als mens als je daarvoor open staat. Dat is min of meer de boodschap die je deelt aan iemand als het is. Hé, uh, hey, ik zag jou dit doen of hé, hey, ik zag jou dat doen. Te fixen. Jij bent daar een slachtoffer en dat is niet nodig. Nou, wat, ik, wat daar nog onder ligt als je het mij vraagt, is in de basis loopt eigenlijk ieder mens op deze aarde toch rond met ergens heel ver op de achtergrond en bij anderen wat verder naar voren: ik ben niet genoeg. Ja. Ik ben niet goed genoeg. Ik ben niet leuk genoeg. Ik ben niet slim genoeg. Ik ben niet knap genoeg. Ik ben niet grappig genoeg. Wat het dan ook is, iedere mens loopt ergens, ergens in zijn systeem rond met die overtuiging. Die hebben we van heel, 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 heel jongs af aan al opgebouwd. Zeker, ja. En het laatste wat je wil doen om mensen te krijgen op het pad van hun eigen grootheid is daar meer lading aan geven. Want we lopen in de basis al rond met ik ben niet genoeg. Of het nou grappig genoeg is, knap genoeg is, slim genoeg is, leuk genoeg is. Whatever het dan ook is. In de basis loopt ieder mens daar al mee rond. Ga dat nog eens versterken en dan krijg je iemand helemaal niet meer open. Je krijgt ze niet meer aan boord van een groter spel. En, en tegelijk, want weet je, in de kern is de boodschap... Uh, je bent niet goed genoeg zoals je bent. Ja. Als je iemand probeert te fixen. Precies. Ja. Ja. Dus, Waardoor die, je die hele conversatie die die persoon toch al heeft... alleen maar groter maakt. Ja, en, en ik zou zeggen, in een huwelijk is dat een commitment hebben op elkaars grootzaai. Het betekent niet dat je elkaar moet gaan coachen. Dat betekent meer, hé, hey, soms kan ik je uitnodigen om ergens naar te kijken. als ik het idee heb dat je iets niet ziet. Uh -huh. Prima. Maar er is niks zo prettig en niks zo. Ik zo zeggen, is dus weinig wat zoveel kracht geeft. als iemand naast je hebben staan. die je volledig accepteert. met de zogezegd krachtige kanten, de minder krachtige kanten. en die weet. Hey, het maakt hem of haar niet uit, um, die is er gewoon voor me. Precies, ja. Zij Ze of hij accepteert mij volledig. Oké, okay, hoe zie je dat in een zakelijk huwelijk dan? Jij zegt, uh, je wil in een huwelijk, en laatst wat je wil doen is coachen. Nu stel je voor dat je een compagnon hebt. Dus je mm -hmm. zit in een zakelijk huwelijk. Ex dat zou zo zeggen, exact hetzelfde. Alleen de uitnodiging om groter te spelen... of om krachtiger op te komen dagen, of om correcties te maken... Die is meer aanwezig, omdat. dat is de aard van een business. Ja, Afhankelijk van. als ik een compagnon heb die actief mee participeert in een bedrijf. Um, een bedrijf is wel werkelijk een omgeving waarbij je elkaar feedback wil kunnen geven. Waarin je um, steeds correcties maakt. om door te kunnen groeien. In zoverre is dat hetzelfde. als in een persoonlijke relatie. Alleen, weet je, ik zit niet in een persoonlijke relatie. met jou om een of ander. Nou hebben wij een, een, een bedrijfsleven ja, los ons, daarvan. Exact. Er is niet een soort van eindpunt waar ik naar op weg ben. Een bepaald doel wat ik specifiek voor ogen heb. Waardoor ik denk. Hey, als jij nou dit aanpast of dat aanpast, dan brengt ons daar sneller. Nee, tegelijkertijd is het natuurlijk niet helemaal waar. Want wij hebben privé gezien, net als zakelijk gezien, wel doelen samen. Mm -hmm. We zijn wel um, allerlei zaken aan het bouwen. Ik had gisteren de aannemer van ons nieuwe kantoorpand uh, bij ons thuis. En ik liet hem de plannen zien voor hè, de ontwikkelingen die we op onze grond willen doen. En die, die ja, dat is toch ook niet normaal. Jullie zijn altijd maar bezig. Maar dat is wel wat wij samen aan het creëren zijn. Met, mm -hmm. ja, ik heb laatst ook een, een, een andere aannemer toevallig gesproken. Een uh, man die in de bouw zit. En die staat eindelijk op het punt om met pensioen te gaan. En het moment dat hij besefte dat hij met pensioen zou gaan en thuis zou komen te zitten met zijn vrouw, besefte hij. Maar dit is om niet de vrouw waar ik mijn pensioen mee wil, uh, wil vieren. Dit, is, dit, is, dit, is, dit was niet het plan. Ik weet niet waar dit mis is gegaan. Maar zij is heel, een heel andere richting gegaan. Zij is een heel ander mens geworden in het leven dan ik ben geworden. Dat wil je natuurlijk wel voorkomen. Mm -hmm. Ik bedoel, in een huwelijk Zeker, moet ja, je met dus, elkaar blijven ja, werken. Ja, naar iets. En, en daarom ook dat ik zei: weet je, in, in, zowel in een zakelijke relatie als in een uh, liefdesrelatie geef je elkaar feedback of je blijft in communicatie. Ja. Zodat je correcties kunt maken en wel samen. Een bepaald pad blijft bewandelen. Ja, je, je moet wel samen het leven aan het creëren zijn, ben ik van mening. En niet hij is zijn leven aan het creëren, zij is haar leven aan het creëren. Ja, en dat komt dan toevallig samen, want dan kun je donder op zeggen dat het uiteindelijk misloopt. Oké, okay, we zijn er bijna. Dus true love is a, a stand you take for another to be enough. It may include or not include you in a relationship with them. Dat is, is zo'n ding, weet je, ik, ik weet nog goed, wij waren net samen, dus inmiddels bijna 14 jaar geleden. Wij zaten bij een vriendin van jou en nou, daar was nog een andere hmm. dame bij. Ja. En die dame die had het over haar ex-vriend en man, wat een eikel, als ik hem voor zijn auto, auto zie, ik zou doorrijden. Hij is laatst geloof ik in elkaar geslagen toen hij op stap net ging. Goed. Ja, ja. <laughs> weet je. Je leven werkt gewoon beter als je dat soort dingen gewoon compleet maakt. Gewoon luister. Ik accepteer hem voor wie die is en wie die niet is. En we zitten niet meer in een relatie met elkaar. Ik heb er niet voor gekozen om nog met hem in een relatie te zetten. Daar zit een stuk meer kracht in dan nu nog taxis vasthouden aan wie die had moeten zijn, ja, wie die niet had moeten zijn. Dus. Ja, je kunt van iemand houden en ervoor kiezen om niet in een relatie te zijn met ze. En dat kan enerzijds zijn omdat je zelf niet in die relatie wil zitten. Anderzijds moest ik door deze zin, toen jij begon te spreken had ik een interne werelddialoog. Hm. Dus voor een split second was ik niet naar jou aan het luisteren. Maar toen dacht ik aan Whitney Houston. En hoe heet die man van The bodyguard? de bodyguard? Kevin Costner. Is dat Kevin Kossler? Ja, je weet het, dat is niet mijn kracht. Die toch bij de bodyguard gaan, die toch uiteindelijk niet met elkaar voortleven... En laat ze elkaar los. Juist omdat ze zoveel van elkaar houden. Dat is soms ook in het leven heel normaal. Nee, nee. Okay. Te, te, te vrouwelijk. Te, ik te uh, kijk naar James Bond. Uh... Heb je nooit The Bodyguard gezien? Come on. Oké, okay, dan weet ik wel wat onze nieuwe woensdagavondfilm gaat worden. Ik heb geen tijd. Dat ik ben, kan niet. True love is a stand you take for another to be enough. It may. Ik, oh ja, nee. Not include you in a relationship with. Oké, oké, oké. Jammer dan. <laughs> oké, okay. okay, de laatste twee zinnen. Het laatste, laatste stuk. You don't owe anyone your love. It is a gift. Ja. Maar moet ik daarop zeggen? Dat is absoluut, uh, absoluut waar. Ja. Ik bedoel, je bent niemand je liefde verschuldigd. Nee. Jij kunt ervoor kiezen om, om dat te geven. Precies. En dat hoef je absoluut niet aan iedereen te geven. Nee, hoef je niet te doen. Dat hoef je ook niet te geven aan mensen die nou eenmaal al. Ellang in je leven zijn of uh, familie of zo? Maar, ik wat, ben... ik, wat ik wel waardeer oh. overigens om, ja. want jij, jij hebt mij in zo'n kwaad daglicht gesteld aan het begin, <laughs> aan het begin? van deze dus podcast, nu, nu krijg ik hem terug. dat iedereen die zijn liefde wil verklaren aan jou. Op via LinkedIn ja? voel je vrij om dat te doen. En ik waardeer het. Ik, ja. ik reageer misschien niet, maar ik waardeer het wel, okay. ondanks dat we misschien niet eens in een relatie zitten. Ik hoop dat heel veel mannen jou berichten gaan sturen. Ik ook. <laughs> okay, ja. heel goed, heel goed. Dus uh, we, we sluiten deze podcast dus af met: wil je Johan de liefde verklaren? Oh, dan nee. mag dat via nee, LinkedIn. Nee, nee, oh, nee, okay. nee. We, we sluiten deze podcast <laughs> af met: weet je wat? Wat als je nou een aantal dingen die we gedeeld hebben radicaal gaat toepassen? Hmm. En dan is kijkt wat is het effect over een aantal weken tijd? En als je dat terugkoppelt aan me? Hmm. Aangezien dat toch weinig mensen dat, zullen zijn. Die, zou, die, die zal ik ook nog beantwoorden. Ook nog. Oh, dat is wel tof. Dat is, dat, dat is heel tof. Hoe zou jij dit dan samenvatten? Dus als je zegt, de mensen die, uh, die hiermee aan ik, de slag gaan. Ik zou het aan... niet samenvatten. Dit is, dit, dit is een podcast die je overigens vier, vijf keer kunt luisteren. Mm -hmm. En dan vervolgens iedere keer andere dingen hoort. En ik zou eens starten met, als je een, een partner hebt. Eens kijken van, hé, hey, wat zijn de dingen die ik heel makkelijk accepteer? Wat zijn de dingen die ik niet accepteer? Oké, okay. hey, wat zijn eigenlijk mijn voorkeuren die ik heb? Want voorkeuren hebben de neiging in de weg te zetten. Ja. Hé, hey, en wat als ik kom vanuit dit standpunt? Ik ben volledig voor hem of volledig voor haar. En hé, hey, ik, ik probeer iemand niet te veranderen of iets in die richting. Laat ik eens kijken hoe dit uitpakt. Dat is wat ik zou doen. Althans, dat was hetgene wat ik in eerste instantie startte te doen ja. toen ik hiermee in aanraking kwam. Wat ik daaraan toe zou willen voegen, wat ik in eerste instantie ging doen toen wij hier in aanraking uh, meekwamen, was datgene wat ik niet van jou accepteerde, of datgene wat, ik, uh, wat me mateloos kon irriteren aan jou. Daarin heb ik, ben ik mezelf eerst af gaan vragen, was echt eigenlijk over mij. Omdat voor een heel, 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 heel groot deel, maar dan ook echt 99,8 procent, misschien wel 100 procent. Is het de dingen die we irritant vinden aan andere mensen, de zaken die ons frustreren aan andere mensen, is niks anders dan een weerspiegeling van onszelf. En dat was voor mij het, het, het allergrootste ding om ons huwelijk, wat toch al een tof huwelijk was, als je het mij vraagt, maar het was wel turbulent. Het had zeg maar hoge pieken, uh, maar we konden ook behoorlijke ruzies hebben en uh, een soort van dalen hebben, al duurde die dan weliswaar niet zo lang, ze, ze waren wel pittig. Dat hebben we allemaal uitgebalanceerd. Maar wel omdat, als je het mij vraagt, zowel jij als ik, beide. Op het moment dat we ons mateloos irriteren aan de ander. altijd ons af hebben gevraagd: maar wat zegt er over mij? Wat, ja. wat is mijn aandeel Ja, want, hier? Wat precies. Want het is, uiteindelijk ligt het 100% bij jou. In die ja. zin: um, 100% ligt bij mij. Ik die bepaald gedrag vertonen, hè? dat ja. is één ding. Ja. Het storen is altijd optioneel. Absoluut. En zolang iemand dus zo'n knop in kan drukken, weet je: oh, oké. Okay. Hey, dit is iets voor mij om naar te kijken, niet zozeer de ander. En in een relatie, stel ik doe dingen die totaal van de pot gerukt zijn, natuurlijk kun je me daarop aanspreken. Ja, en, en hoe weet ik 100% zeker dat dat wat jij zegt waarheid is? Op het moment dat ik met jou in een relatie zit, ik noem het even niet onze liefdesrelatie, maar een werkrelatie, en Christophe, onze andere compagnon ook, en hij stoort zich mateloos aan bepaalde dingen van jou waar ik me niet aan stoor, ja, jij bent nog steeds dezelfde persoon. Dus ja. dat zegt meer over Christophe in dit geval. Dan over mij of vice versa. Um, en Dus, dus dat is hoe je ernaar wil kijken. Op het moment dat het aankomt op echte liefde. En een krachtige relatie bouwen. Dan zit het werk. Maar dat is ook wat we de vorige podcast zeiden. In de kern altijd aan jezelf. En niet aan de ander. Er is zo'n slecht nieuws. Niks te fixen. Ik had ergens gehoopt. Ik krijg hier de tools om jou compleet te veranderen. Naar een soort van mijn ideale droomvrouw. Uh, maar dat was zoveel moeilijker geweest dan jezelf veranderen naar mijn ideaal droomman. <laughs> ja, ja dus, dus dat hebben we uiteindelijk gedaan. Waardoor jij mijn droomvrouw werd. <laughs> Kijk, uh, ik of ik heb je verklaard tot droomvrouw. Dat, dat kan ook, ook. nog. Ja, we hebben meerdere opties. Dus... Meerder opties. Want real authentic love is a self-created, radical act of acceptance for another person. Nou. Ik hoop dat wij hiermee voldaan hebben aan de. de de behoefte die de kijker en de luisteraar richting mij en dus blijkbaar ook richting jou geuit hebben als het gaat om de relatiepodcast. Dat de... is wel interessant trouwens, want daarmee ben ik oprecht. Dus de, de afgele... Ik krijg altijd berichten op, op, op LinkedIn. Dat is denk ik een van de weinige manieren waarop je uh, in contact kunt komen. Maar het is, gaat het over een soort van James Bond-achtig materie. Hoe nemen we je de wereld over en kicking ass all over the place? Met name Mama. mannen die sturen gaat het over relaties en uh, diepgang, omtrent relaties, met name vrouwen. Ja. Terwijl het zou niet slecht zijn voor mannen om dit deel ook te beluisteren. Dat is helemaal waar. Laten we die knippen en plakken naar het begin van deze aflevering, zodat ze blijven hangen. Ja, <laughs> Aan inderdaad. alle mannen en vrouwen die geluisterd hebben, dank jullie wel. En volgende week zijn we er weer met hoofdstuk... 27 van het boek Inner Stance. What you normalize, you get more of, man. Oh my god, what you normalize, you get more of. Dus normaliseer de radicale acceptatie van wie je partner is en wie hij of zij niet is. En creëer een huwelijk of een relatie vol met echte liefde. Dankjewel en tot. Tot de volgende keer maar weer, beste luisteraar. <laughs> Doei. Bye. De Straight Line-podcast is opgebouwd uit verschillende reeksen. En uiteraard zijn we de eerste reeks gestart met het verdiepen van het boek Straight Line Leadership. De originele ondertitel van dit boek was Tools for Living with Velocity and Power in Turbulent Times. Oftewel, dit boek staat vol met distincties die jou helpen te leven met opwaartse snelheid en met kracht. In dit boek. Vind je de absolute basis van ons werk. Nu, nu zijn we begonnen met de tweede Straight Line Podcast-reeks. en die staat in het teken van het boek Inner Stance: Distinctions for Living a Stronger, Faster, More Effective Life. Al sinds de jaren tachtig deelt Dusan Djukic diepgaande bulletins over hoe je sneller en krachtiger door het leven kunt bewegen. Deze bulletins hebben een enorme impact gemaakt. Enorm op de resultaten van honderdduizenden ondernemers. En jij kunt daar één van zijn. Dit boek, het innerstance boek, is een compilatie van al deze bulletins. En let op, er zijn maar 5000 exemplaren gedrukt. Dit boek, deze, is dus een limited edition. Er komt namelijk geen herdruk. Dus. Wees er snel bij, zorg dat je je handen krijgt aan dit boek en volg uiteraard deze podcast. De overige podcast beluisteren of deze nog eens terugluisteren. Ga naar het YouTube- of Spotify-account van Straight Line Leadership.